de klas die wint, die gaat een leuke dag tegemoet. Ja, dat zeker. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week mochten de kinderen van basisschool de Sint-Jozef aan de slag met wel iets heel leuks. Een interactieve kleurplaat. Deze kleurplaat licht de kinderen in over de verkeersveiligheid. Wij willen wat meer aandacht voor verkeersveiligheid en we willen juist nieuwe manieren ook introduceren. En dit idee is eigenlijk uitgekomen. De aanleiding is dat er natuurlijk bij elke school veel verkeersveiligheidsproblemen zijn. Hè. Het is druk, betaald parkeren is hier net ingevoerd en we willen een manier vinden om dat goed te communiceren naar ouders toe. Dus we willen eigenlijk nieuwe manieren introduceren zoals ook Albert Heijn of Jumbo werkt. Hè, met eigenlijk nieuwe manieren van hoe dat je ouders en kinderen eigenlijk kan bereiken. En dat is niet meer zoals een statische kleurplaat, maar juist een leuke kleurplaat met allerlei leuke gadgets erin. En dat is deze kleurplaat geworden. Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om het met kinderen van elke leeftijd waarop ze het kunnen begrijpen daarover te hebben. Want het verkeer is best complex. En dat was 50 jaar geleden natuurlijk heel anders. Maar dat is nu gewoon best wel ingewikkeld. Dus om op jonge leeftijd van zoveel mogelijk kanten met verkeersveiligheid in aanraking te komen, dat is gewoon heel erg belangrijk voor kinderen. En dat vinden wij dus als gemeente ook heel belangrijk. En dat is een van de redenen waarom we zo'n soort initiatief ontplooien en dan kijken of dat op een goede manier ontvangen wordt. Nou, ik was net in de klas. En de kinderen die waren echt heel erg onder de indruk en die vonden het hartstikke leuk zover ik het kon zien. En ze reageerden ook gewoon heel leuk en heel spontaan ook op de vragen die ik stelde. En ik kreeg ook echt de indruk dat ze goed, echt ook al zijn ze jong, goed bewust zijn van hoe belangrijk verkeersveiligheid is. Ja, de kleurwedstrijd, het is een kleurplaat, dus ja, die moet ingekleurd worden. En het zou mooi zijn als die kinderen het inkleuren, samen bespreken in de klas. En het is zo dat per klas gaan we kijken wat de mooiste kleurplaat is. En per school wordt dan één prijswinnaar uitgekozen. En dat is dan een bezoekje aan boerderij Wolleslaar. Compleet verzorgd met ranja en chips en nou ja, allerlei leuke dingetjes. De klas die wint, die gaat een leuke dag tegemoet. Ja, dat zeker. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.